Vorige keer zagen we het initiatief om alle kerken in deze wereld weer bij elkaar te krijgen onder één paraplu en onder één centraal gezag. Deze keer gaan we de blik nog breder zetten en kijken we naar het initiatief om alle wereldreligies weer bij elkaar te krijgen onder één paraplu en onder centraal gezag. Wist je dat dat volop aan de gang is in onze wereld? Welkom bij de Tijdlijnserie, aflevering 25. Alle wereldreligies komen weer samen in Rome, oftewel Babel 2.0. Heere God, we vragen opnieuw om de hulp van uw Heilige Geest in ons doen en laten, in ons denken, als we hiermee bezig zijn. Geef u ons scherp zicht, ook daar waar het nieuw is, of dat het ons misschien voor lastige keuzes stelt. Heer, want uiteindelijk maakt uw waarheid ons vrij en doet het ons goed. We leggen het in uw hand, in Jezus' naam. Amen. We kijken naar de tijdlijn. Vanuit het hier en nu gaan we helemaal terug naar de bakermat van het huidige wereldtoneel. In Babel. Vanuit Babel heeft God ervoor gezorgd dat de volken moesten gaan migreren en een herstart moesten gaan doen op verschillende plekken op deze wereld. Omdat ze rechtstreeks ingingen tegen wat God van hun had gevraagd. Dat project, die toren, is dus nooit afgekomen. Maar zoals we eerder hebben gezien, ging de mensheid op andere plaatsen toch helaas weer vrolijk door met hun eigen zondige levensstijl. Je ziet over de hele wereld vergelijkbare constructies, ziggoeratconstructies, een soort toren van Babel-constructies, waarin opnieuw de pantheïstische religie, de zonnevereering, de maanaanbidding en al dat soort praktijken wat in Babel gewoon was, meegenomen werd over de hele wereld. En daar ging men er weer mee verder. We hebben ook vanuit de bronnen van de vrijmetselarij gezien dat zij hun eigen wortels terug herleiden tot dit oude Babel. En dat ze aangeven dat er altijd dergelijke genootschappen geweest zijn, geheime genootschappen, die de erfenis en het streven van Babel levend hebben gehouden en door de tijd heen hebben doorgegeven en ook heel veel invloed hebben uitgeoefend op de situatie van het moment. Daniel, in zijn grote panorama, die pakt eigenlijk dat thema op. Hij krijgt via deze droom van Nebukadnezar, die God gegeven heeft, een groot beeld te zien. En dat beeld staat symbool voor de grote wereldrijken die de toon zouden gaan zetten. Beginnend bij het Neo-Babylonische Rijk tot aan het Roomse Rijk. En vanuit dat Roomse Rijk zou uiteindelijk nog een laatste macht opkomen die verbonden is met dat Roomse Rijk. Want in het visioen zijn er vier dieren. En dus vier wereldrijken, niet drie, niet vijf, ook niet zes, maar vier. Dus uit dat vierde Romeinse Rijk komt een macht op die daarmee verbonden blijft. En die gaat allerlei dingen doen. Tot op de dag van vandaag, waarin nog steeds het streven is om de wereld te onderwerpen aan dit systeem. Even los van de vraag wat je daarvan denkt. En of je verwacht dat het gaat lukken, dat is in elk geval de ambitie. Zou het dan toch nog lukken om dit oude project van Babel alsnog af te maken? Geloof het of niet, maar dat is het streven onder heel veel dingen in onze wereld. De oude Babylonische droom om een eigen wereld op te zetten, los van God, herleeft in onze tijd
als nooit tevoren. Zou het dan echt gaan lukken om alle religies bij elkaar te krijgen? Hier zie je het Europees Parlement in Strasbourg. Uiteraard een duidelijke verwijzing naar deze toren die nog niet helemaal af is. Mocht je daarover twijfelen, hier een pamflet wat gebruikt werd. Europe, many tongues, one voice. Dus je hebt weinig fantasie meer nodig om te begrijpen welke links en associaties zij hier leggen. Er wordt nog steeds aan dit project gebouwd. In Den Haag, daar staat in Hartje Den Haag, te midden van waar onze politieke partijen gevestigd zijn, staat dit hotel. En dat noemt zichzelf het Babylon Hotel. En opmerkelijk, zij zijn onderdeel van Eden Hotels. Nou, als je een klein beetje van de Bijbel af weet, de Hof van Eden is natuurlijk waar hier naar gerefereerd wordt. Deze thematiek van Babel zie je op allerlei plekken in onze wereld terug. Maar zou het echt lukken om die religies bij elkaar te krijgen? Want ze zijn toch zo enorm verschillend en uiteenlopend. En heb je niet altijd ook conflicten gehad tussen religies en verschillende groepen? Zou dat inderdaad onder één paraplu te vangen zijn? Het is waar, ze zijn heel erg verschillend. En toch zijn ze veel meer met elkaar verbonden op een dieper level dan dat je misschien zou denken. Dieperliggende overeenkomsten zijn: het draait om de mens en om wat die mens doet. Het element van zelfvergoddelijking is op allerlei plekken terug te vinden. En het idee van pantheïsme. Dus God zit overal in. De wereld is goddelijk. Wij zijn daar ook mee verbonden. Je kan God ook in jezelf vinden. Dit zijn hele oude religieuze ideeën die in allerlei verschillende religies terug te vinden zijn. En we gaan zien dat het niet alleen in theorie mogelijk is om die religies bij elkaar te krijgen, maar dat het daadwerkelijk aan het gebeuren is. In Assisi zijn sinds 1986, dus alweer een aardig tijdje, bijeenkomsten gehouden waarin religieuze leiders van over de hele wereld en van allerlei gezindten en smaken en vormen bij elkaar komen. Uiteraard op uitnodiging van de leider uit Rome. Johannes Paul II, die zei in 1999 daar het volgende over: "We hope that this pilgrimage to Assisi has taught us a new to be aware of the common origin and common destiny of humanity. Let us see in it an anticipation of what God would like the developing history of humanity to be. A fraternal journey in which we accompany one another toward the transcendental goal which he sets for us." Dus hij veegt hier al deze mensen, al deze religieuze ideeën bij elkaar en zegt: we zijn eigenlijk, horen allemaal bij elkaar en we zijn onderdeel van dezelfde beweging, hetzelfde plan wat God als het ware aan het uitrollen is. We zijn een broederschap met elkaar. En nou is het belangrijk, hè, dat in Gods ogen elk mens waardevol is. Ook als je in een andere religie zit of opgegroeid bent. Maar dat wil niet zeggen dat het ook waar is. En het wil ook niet zeggen dat het dus goed is. God heeft inderdaad
een familie. Maar die familie is gebaseerd op het vertrouwen in de Messias en het vertrouwen op de belofte. En niet op basis van het simpele feit dat je in deze wereld leeft en een religie aanhangt. Dus hier wordt een heel ander idee gepromoot van wat Gods familie eigenlijk is. Dat wordt ook vormgegeven op symbolische manieren, bijvoorbeeld in dit project. Samen met imam Ahmed Al-Tayeb heeft de paus in Abu Dhabi gewerkt aan het Abrahamic House of Fraternity. Dus je ziet hier een kerk, een synagoge en een moskee die allemaal precies even hoog zijn en die op een gezamenlijk terrein zijn neergezet vanuit het idee dat we eigenlijk allemaal bij elkaar horen en dat we in feite diep met elkaar verbonden zijn en dat je dus ook niet zou hoeven te praten over de vraag wat is eigenlijk waar. In Kazachstan, daar vindt een driejaarlijkse bijeenkomst plaats. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar het is een groot event waar allerlei wereldreligies en religieuze leiders bij elkaar komen. De laatste keer was in september van 2022. In die bijeenkomst is een verklaring opgesteld van 35 punten. Die is goedgekeurd door deze vergadering en die is wereldwijd opgestuurd naar elke overheid en naar tal van nationale en internationale organisaties, bedrijven, NGO's. En in die verklaring staat hoe ze vinden dat het in de toekomst zou moeten als het om religie gaat. We gaan een stukje kijken van de afsluitende sessie van deze bijeenkomst uit september 2022. En let daarbij op wat er gebeurt en probeer de vraag te beantwoorden: wie heeft hier eigenlijk de leiding? En welke symboliek kom je tegen? Now, this two-day meeting, which takes place every 3 years, has brought together religious leaders from around the world to focus this time on how religious leaders can foster the spiritual and social development in the post-pandemic world. Over 100 delegations from 50 countries are attending the Congress, made up of religious, cultural, civil, governmental and non-governmental representatives. Pope Francis traveled to Kazakhstan to participate personally in this meeting, following the invitation of the nation's president, Kasym-Jomart Tokayev. Now, the Congress was established at the initiative of Kazakhstan's first president, Nursultan Nazarbayev, in direct response to the rise in religious tensions and extremism following the 9/11 terrorist attack in the United States. The Holy Father has just entered the Congress Center. You can see the religious leaders at a round table standing up. Here we see the religious leaders. We are expecting to hear from some of these leaders throughout the course of this closing ceremony, as well as from Pope Francis, who is now taking his seat. This is the final event
of Pope Francis's apostolic journey to Kazakhstan. Dear brothers and sisters, we have traveled this road together, and I thank you for coming from so many different parts of the world and for bringing with you the richness of your beliefs and cultures. Thank you for having taken part so intensely in these days of work, commitment and sharing in the service of dialogue. This is more valuable than ever in challenging times like our own, when the problems of the pandemic have been compounded by the utter folly of war. There are altogether too many cases of hatred and division, too little dialogue and effort to understand others. In our globalized world, this is all the more dangerous and scandalous. Our human family cannot advance if simultaneously united and divided, interconnected and torn apart by massive inequality. Thank you then for these efforts to build peace and unity. Our thanks go likewise to the local authorities who hosted us and organized this Congress with great care, and to the hospitable and courageous people of Kazakhstan, capable of embracing other cultures while at the same time preserving their own noble history and precious traditions. Kiob Rakhmet, Bolshoe Spasibo, thank you very much. Alla conclusione ha come motto messaggeri di pace e di unità e al plurale perché il cammino è comune. The motto of my visit, now drawing to an end, has been messengers of peace and unity. It is deliberately in the plural, for all of us are on a common journey. This seventh Congress, in which we have taken part by the grace of the Almighty, has marked an important step on the shared itinerary. Since its inception in 2003, this event has taken as its model the Day of Prayer for Peace in the World, convened in 2002 in Assisi by John Paul II, in order to reaffirm the positive contribution made by the religious traditions to dialogue and to harmony between peoples. Kazakhstan, at the heart of the great and pivotal continent of Asia, was the natural place for us to meet. Its flag reminded us of the need to maintain a healthy relationship between politics and religion. Indeed, if the golden eagle displayed on that flag speaks of earthly authority and ancient empires, the blue background evokes the color of the sky and thus transcendence. There is thus a healthy connection between politics and transcendence, a sound form of coexistence that keeps their spheres distinct, distinct but not confused or separate. Let us say no to their confusion, for the sake of all people who need, like the eagle, a free sky in which to fly, a free space open to the infinite and not straitened by earthly power. For all human beings, the great religious and wisdom traditions are caused to testify to the existence of a shared spiritual and moral patrimony based on two principles, transcendence and fraternity. Transcendence, the beyond, worship. It is impressive that each day millions and millions of men and women of different ages, cultures and social conditions join together in prayer in countless places of worship. This is the hidden force that makes our world move forward. And then, fraternity, the other, proximity. For one cannot profess genuine fidelity to the Creator without showing love for His creatures. This is the spirit that pervades the declaration of our Congress. Je ziet dus dat iedereen klaar zit en dan komt de paus binnen en iedereen staat voor hem op. En hij krijgt zijn centrale plek, hij heeft openingswoord en hij heeft uiteindelijk ook het sluitingswoord in het congres. En welk symbool
vind je achter zijn zitplaats. Dat is de piramide. Je ziet hem ook in het plaatje hier op deze presentatie. De piramide. Als dit puur en alleen een samenwerkingsverband was tussen religies vandaag de dag, om ervoor te zorgen dat iedereen het wat beter zou kunnen vinden met elkaar, dan is het toch opmerkelijk dat er een piramide als centraal symbool wordt gebruikt. Want welke organisatie, welke religieuze organisatie in de wereld van vandaag gebruikt dat symbool? Je ziet hier een heel aantal symbolen die gebruikt worden over de hele wereld. En de piramide zit er niet bij. Met andere woorden, hier wordt niet alleen gekeken naar een soort samenwerkingsverband in het hier en nu. Nee, hier wordt teruggegrepen op een hele oude geschiedenis waar deze piramide symbool voor staat. De geschiedenis van het oude Babel, waarin de mensheid in opstand kwam tegen God, zijn eigen plan trok, zijn eigen ideeën en religie begon te vormen en geen boodschap had aan de schepper. Onder dit initiatief zit een hele sterke en oude religieuze lading. Alsnog de poging om alles weer bij elkaar te krijgen en in onze dagen dit project van Babel alsnog van de grond te krijgen en af te maken. Zou het ze gaan lukken? We gaan het vervolg van deze geschiedenis in de komende afleveringen zien. Maar gelukkig zullen we ook ontdekken dat door al dit menselijk proberen en doen en laten heen, uiteindelijk één de regie heeft. En dat is de schepper. Hij zal uiteindelijk door deze hele wereldgeschiedenis heen zijn plan volvoeren en zijn koninkrijk gaan vestigen, waar we allemaal naar uit mogen kijken. Ik zie je graag terug en ik wens je God zegen. Dit verhaal is van levensbelang. Wil je op de hoogte blijven, er meer van weten en erover in gesprek gaan met andere mensen? Like de video dan, abonneer je, klik op het belletje om meldingen te krijgen als er een nieuwe aflevering komt. En uiteraard, je kunt het ook delen met je familie, met je vrienden om er verder over door te praten. Hartelijk dank en Gods zegen gewenst.